Samen met haar dubbelpartners Eefje Muskens en Jacco Arends bestormt Selena Peake de wereldtop. Ze is Nederlands beste badmintonster, pas 23, woont in Arnhem en traint veel op Papendal. Daarnaast speelt Peake meer dan 20 internationale toernooien waar ze punten verzamelt voor de Olympische Spelen van Rio. Onlangs in Jakarta legde ze voor Brazilië al een stevige basis. Ja, dat is wel echt mijn uiteindelijke doel. En dit zijn broodnodige punten in onze reis naar Rio toe. En zeker in de mix. Het zijn bijna geloof ik 7000 punten. Wat voor ons hartstikke veel zijn. Die blijven ook staan tot aan Rio. Dus op dit moment, so far so good. Ja. Over 2 weken verhuis weer naar Japan-Korea, weer toernooien. Eigenlijk staat het hele jaar vol in teken van toernooien. Proberen zoveel mogelijk punten binnen te halen. Elk toernooi is er één. Natuurlijk kun je niet elk toernooi optimaal presteren. Daarom spelen we er ook zoveel. Je bent ook een beetje lotingafhankelijk. Omdat Jacco en ik en Eefje en ik niet bij de beste 8 van de wereld staan op de wereldranking. Ik sta nu 9 en 15. Krijgen we geen veilige plaatsing, om het zo maar te noemen. Dus kan het ook voorkomen dat ik tegen de nummers 1 van de wereld in de eerste rondes uitkom. Makkelijk is het niet om een goed programma te draaien met financiële zekerheden. De afgelopen jaren presteerde het badminton te magertjes. Waardoor de geldkraan van NOC-NSF dichtging. Ja, we zijn uit het focusprogramma gegooid door het NOC-NSF. Dan moet je je voorstellen, van 4 ton per jaar krijgen we helemaal niks meer. Daarom hebben we ook een eigen bijdrage van 100 euro per maand. Ik betaal 100 euro om hier te mogen zijn en te mogen trainen. En verder is de situatie, tot voor kort was hij hartstikke onzeker. Nu zijn Eve en ik opgenomen in een focusprogramma door NOC-NSF. Dus wij worden gesteund tot aan december. Maar goed, je kan zien, dat is ook een korte periode. We zitten al bijna in september. Daarin moeten we een plek bij de laatste 4 halen. Gaat dat lukken, dan worden we verder gesteund tot aan Rio. Zit het Nederlands badminton in de lift? Absoluut, absoluut. We hebben in 2012 hebben we 1 speelster op de Spelen gehad in het enkelspel. 2008 in Beijing helemaal niemand. Ik hoop daar nu met beide partners te kunnen gaan staan. En ook de andere groep. We hebben een hartstikke jonge groep. Zeker gezien de financiële rompslomp waar we het mee te maken hebben gehad, kan ik eigenlijk zeggen dat we het hartstikke goed doen. Hoe ambitieus ben jij? Heel ambitieus. Ik ben pas 23. Dat is voor Europese begrippen hartstikke jong. Het is echt uniek om op je 24ste dan een speler te halen. Meestal zeggen ze van ja, je top ligt rond je 28ste, 39ste. Nou ja, dat is in Tokio eventueel. Dus daar hoop ik absoluut ook weer voor medailles te gaan. En alles wat tussendoor komt is mooi meegenomen. Dus voor Selena Peake is dit eigenlijk nog maar het begin? Eigenlijk wel. Ik sta aan het begin van mijn carrière en ik hoop alleen maar nog te groeien.